Ze staat hier naast me, ongelooflijk lang haar. Sita, heb je je haar laten groeien voor Rapunzel? Nou, ging dat maar zo snel, hè? Nee, het is een hele mooie gemaakte pruik. Met een hele lange vlecht eraan, ja. En er gaat natuurlijk van alles mee gebeuren in de voorstelling. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? We zijn zo benieuwd. Ja, nou, het is sowieso weer een hele leuke, gezellige familievoorstelling geworden. Met interactie, spannende momenten, gezellige momenten, lachmomenten. Natuurlijk weer. En ja, het gaat dus over Rapunzel. Hè. Rapunzel wordt als baby wordt ze betoverd door de tovenares Fien. Okay. En uiteindelijk wil Fien de machtigste tovenares van het hele land worden. En daar heeft ze een plannetje voor bedacht om dat voor elkaar te krijgen. En dan heeft ze een haar nodig van Rapunzel. Ja. En dus daarom ontvoert Fien Rapunzel en sluit ze haar op boven in de toren. Ja. Dus daar gaat het een beetje om. En dan is het natuurlijk aan mijn prins om mij te bevrijden. Of dat gaat lukken, dat is natuurlijk de grote vraag. Hey, want je doet een stuntwerk zelf natuurlijk in die toren. Of hoe gaat dat? Ja, ik zit een stand wel zelf. In. Nee, ik zit zelf hoog in de toren. Hoog in de toren, ja. En die, uiteindelijk gaat hij ook een beetje draaien. Dus dat is best wel spannend. In het begin moest ik daar even aan wennen. Ja. Want ik heb een klein beetje hoogtevrees. Maar nu je het een paar keer hebt gedaan. En dat went op zich wel. Maar het is best wel hoog, ja. Hey, er zijn heel veel reacties van kinderen. Hoe vind je dat? Superleuk. Ja, dat is altijd onwijs leuk om de reacties uit de zaal te voelen en te horen. En ook deze voorstelling gebeurt dat. Dus dat is onwijs leuk om te spelen. Ja. Hey, je speelt lekker in de regio. Allemaal volle zalen. En zelfs in Den Haag kom je eind december volgens mij ongeveer. Hè? Ja, dus, ja, klopt. Gisteren in het Circus Theater ook helemaal bomvol. Ja. Dus het gaat hartstikke goed. En kinderen vinden het leuk. En papa's en mama's vinden het leuk. We krijgen superveel reacties. En de tour is eigenlijk net begonnen. Dus we hebben er onwijs veel zin in met z'n allen. Na het succes van onder meer Door een Roosje, Assepoester en Sneeuwwitje tovert Van Hoorne Entertainment dit seizoen het sprookje van Rapunzel om tot een magische familievoorstelling voor jong en oud. Het is Prinses Rapunzel! Vandaag knip ik dat haar van de prinses! Beleef het verhaal van het prinsesje met de magische vlecht dat wordt opgesloten in een hoge toren. Ik zit alleen in deze toren, hoe kom ik hier vandaan? De rol van Rapunzel wordt gespeeld door niemand minder dan Sita. Wat heb ik fout gedaan? Daarnaast zorgen onder meer Esther van Zanten en Maaike van Hoorne voor hilarische scènes als het tovenaarsduo Titus en Vien. Wat doe je? Ik kom naar je toe en sluit je in mijn armen. En ik laat je nooit meer gaan. De laatste roddels en verhalen. Rapunzel, de musical, is binnenkort te zien bij het theater bij jou in de buurt. Bestel je kaarten direct bij het theater of kijk op www.rapunzelthemusical.nl. Zou je nog wat willen zeggen tegen de kinderen in de regio over Rapunzel? Nou ja, ik hoop dat jullie allemaal komen kijken naar Rapunzel. Want het is een hele gezellige voorstelling. En na de voorstelling gaan we natuurlijk ook met alle kindjes op de foto. En ze kunnen meedoen aan een verkleedwedstrijd. Dus het wordt een groot feest. Dus ik hoop jullie in het theater te zien. Nou, hey, geweldige Rapunzel. En niet naar de kapper gaan, hè, Sita? Nee, eigenlijk wil ik dus wel dat mijn vlecht wordt geknipt. Maar ja, dat gaan jullie dan zien in de voorstelling of dat gebeurt. Okay.